Ik zei in mijn eigen thuisgebiedje Puy-Saint-Vincent aan de noordkant van de Zuid-Franse Alpen. Het heeft hier flink gesneeuwd, beneden in het station op 1400 meter zo'n 10 à 15 centimeter, maar hoger, zeker zo'n 20 à misschien bijna al 30 centimeter op de plekken die echt de meeste sneeuw vangen. Het heeft hier iets minder gesneeuwd dan aan de noordkant van de Franse Alpen, maar de condities zijn hier ook hier echt enorm verbeterd. Waar vorige week na de regen echt betonharde pistes waren, waar eigenlijk amper op te skiën was, zijn de pistes nu boterzacht en zelfs met dit soort dikke poederlatten is het gewoon makkelijk en prima om eroverheen te knallen. De off-piste afdaling, ja, die liggen er weer goed bij. En ja, de condities die zien er echt fantastisch uit. Met zometeen het begin van de carnavalsvakantie voor velen. Het is zelden zo goed geweest aan het begin van, de februarivakantie. Er ligt gewoon enorm veel sneeuw. En de sneeuwcondities zijn ook nog eens heel erg goed.